Burgemeester Bats van Haren, politiechef Dros en officier van justitie Schut moeten vanwege de rellen in Haren in september opstappen. Dat zegt oud-officier van justitie Henk Marquardt Scholz in het Harener Weekblad. Marquardt Scholz heeft een klacht tegen de drie ingediend omdat die in zijn ogen compleet gefaald hebben. Zo was bekend dat de zogeheten Project X-feestjes altijd uit de hand lopen. Desondanks was er te weinig politie op de been, werd er nog drank verkocht en kon iedereen van alle kanten Haren binnenkomen. Marquardt Scholz noemde gezagsdragers slap, falend en besluiteloos. O2G2, de stichting die verantwoordelijk is voor het openbaar onderwijs in de stad, staat niet meer onder verscherpt financieel toezicht van de inspectie van het onderwijs. De inspectie heeft O2G2 laten weten dat er geen sprake meer is van een financieel risico sinds de gemeente het afgelopen jaar geld heeft overgemaakt aan O2G2. Die stichting kwam in de problemen omdat het bij de overgang van de gemeentelijke dienst naar een zelfstandige stichting te weinig geld had meegekregen.